genoegen gedaan. Ja, zoals wij een goede zaak hoort, hebben wij het bewijsmateriaal. Dat heb je snel gedaan. Heb je zelf een naam in gedachten van iemand die vergelijkbaar is met Hitler? En wie denk je? Ja, Geert Wilders. Ik vind zelf... Nou, mevrouw, het is heel simpel. Als u meneer Wilders gaat vergelijken met Hitler, ja, dan neem ik u niet serieus. Nou, ik ben van mening dat... Ja, maar dat is heel simpel. Ik ben toch wel van mening dat Geert Wilders een... Ja, ik kan geen onderscheid maken. Nou, nee, niet zoveel onderscheid maken tussen Geert Wilders en Adolf Hitler. Ja. Omdat hij toch ook een... Ja, hij eist iets, hij wil iets wat eigenlijk ook hetzelfde is als Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog heeft. Ik geef u twee adviezen. Ja hoor. Het eerste advies is, gaat u geschiedenis studeren in plaats van rechten? En eigenlijk laat ik het andere advies voor wat het is, mevrouw. Bedankt.